Hallo, ik ben René van Laarhoven en leuk dat je kijkt naar mijn hockeycollege. Vandaag geef ik je 5 tips voor de perfecte flats. De flats gebruik ik om vanuit de opbouw uit de press te kunnen hoekje. En het mooie aan de flats is dat je zowel korte ballen als hele lange ballen kunt spelen naar de spitsen toe. Vandaag leer ik je de flats vanuit bewegende spel. En dat brengt me bij de eerste tip. Zorg dat je in de voorbereiding naar de beweging toe je handen bij elkaar brengt, zodat je je hele reach hebt om naar de bal te flatsen. Tip 2. Zorg ervoor dat de bal ter hoogte van je linkervoet ligt, zodat op het moment van raken je stickblad recht is. Tip nummer 3. Zorg ervoor dat de bal met de sticklengte van je af ligt, zodat je hem precies met de kop van je stick raakt. Mijn 4e tip voor jullie. Heb je hem nou al goed onder de knie en wil je dat de bal nog harder gaat? Probeer dan met je pols een versnelling aan de bal te geven op het moment van raken. En mijn 5e tip voor jullie. Zorg dat je door de bal heen flatst en lang laag blijft, zodat je goed door kan zwaaien. Dat was het dan, mijn college van de flats. Leuk dat je hebt gekeken. Welke techniek zou jij nou willen leren? Geef het door hieronder in de comments en dan geef ik het door aan de volgende hoofdklassenspeler. Voor nu, lekker veel oefenen en heel veel succes. Doei!